Dus we zijn hier in de kathedraal vandaag, een heilige plek. Een plek die ook een bijzondere rol speelt in ons festival, omdat we hier achter mij een werk tentoonstellen van een van de meest prominente kunstenaars van onze tijd, Bill Viola, een videokunstenaar. Een altaarstuk bestaande uit vier plasmaschermen, waarop we vier martelaren zien, vier figuren. Centraal werk in ons programma van het festival, omdat dit werk het lijden toont en het thema van het festival medelijden is. En dat zijn twee termen die uiteraard met elkaar verbonden zijn. De passie met de compassie en uiteindelijk is daar, ja, welke titel kon je dat anders beter opplakken dan Erbarme dich? Mooi is dat Bill Viola is vertrokken vanuit de Griekse betekenis van het woord martelaar, getuigen. En in zekere zin zijn we natuurlijk allemaal getuigen van het lijden van vele mensen. De vraag die hij stelt en die wij ook stellen in dit festival is: wat doen we eraan? Laat dit ons koud, of we gaan ook actief aan de slag om dat lijden op zijn minst te verzachten. Het is een bijzonder werk dat nog de hele festivalperiode hier exclusief te bewonderen is.